Dat gebeurde bij Van der Valk Plaswijk nadat de firma Avenue op advies van de politie de winkel op de Lijnbaan en het atelier aan de Goudse Singel had gesloten. Wegens briesende bruiden met hun familieleden voor de deur. Maar bij Van der Valk Plaswijk vanochtend een beetje feest met bruiden en bruidegommen die alsnog de gekochte jurk konden afhalen. Uiteindelijk met de jurk op de rug, want Hij mag nog niet gezien worden. Nee, klopt. Nee, nog niet. We hebben nog goed ingepakt. Ja. Dat is nou sneu, hè? Wel, nee. En dan komt hij uiteindelijk toch nog en dan mag je hem nog niet zien. Dat geeft toch niet? We zijn blij dat hij er is. Dus. En dat alles met dank aan de brandsorganisatie die razendsnel zaken deed met de curator. Toen het nieuws bekend werd, hebben meer dan 23 mensen in het pand van CPW Mitex al het werk laten vallen. En wij zijn normaal gesproken sterk in lobbyvoeren in Den Haag en in Brussel. Maar vanaf dat moment hebben wij lobby gevoerd achter de schermen om al die aanstaande bruiden wel hun blije dag te kunnen laten bezorgen. Ja. En vandaag ontvangen alle bruiden die in de maand juli, dus vanaf vandaag over een week gaan trouwen, hun bruidsjurk. Voor de wat genoemd wordt de juli-bruiden loopt het dus goed af. Maar, zegt de brandsorganisatie, ook voor de bruidsparen die in augustus en september trouwen, is er gegronde hoop. Absoluut. Ik kan geen 100% zeggen, want die zekerheid heb je nooit. Maar we gaan ervan uit dat het lukt. Iedereen snapt de emotie ook die gepaard gaat met deze situatie. En we hebben er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. En ook Avenue laat op haar website weten dat alle bruiden hun japon zullen ontvangen. Het zij alsnog via het bedrijf zelf, of de brancheorganisatie, of de merken waar de bestelling geplaatst is. Even kijken. Oh. Ja, je kan hem niet even uitpakken, hè, nu? Nee, nog niet. En gelukkig... Nou ja, ik ben de vader, hè, dus ja, ik ben niet de... Nou, dan kan je ook gelukkig zijn. Maar toch wel gelukkig, anders ben je misschien de centjes kwijt, hè, wie weet. Precies. Hè.